Vandaag gaat het over de energietransitie en verduurzaming. Maar er is meer. Maar daarnaast heb je het over de warmtetransitie. Maar uiteindelijk heb ik het meestal over de circulaire economie. Vanuit de bibliotheek van Bussum is dit In Derde Termijn. Met Ruud Bochart. Diverse energiemaatregelen worden genomen. Is dat nodig om de aarde te redden of is er paniekvoetbal? We gaan erover praten met Arnold Olde van de energiecorporatie Hilversum om... Hilversum om. Ik ga u eerst feliciteren voordat we beginnen met het feit dat u voor de vijfde jaar op rij, de groenste leverancier bent. Ja, dankjewel. Dat was geen verrassing. Nee. Kijk, je voldoet nog steeds aan dezelfde eisen als de afgelopen 4 jaar. En we zien natuurlijk wel gelukkig dat er steeds meer energiemaatschappijen ook groener worden. Ja. Dus wij hopen dat uiteindelijk alle energiemaatschappijen een 10 scoren, net als wij. Maar vooralsnog zijn wij een van de weinigen die op de meest groene manier energie leveren aan de mensen. Ja, even voor de helderheid, hè? Want soms spreken we van grijs en soms van groen en soms een beetje grijs-groen. Maar u bent echt door en door groen? Ja, wij zijn ruim 40 energiecorporaties uit het heel Nederland, waarvan een aantal uit deze regio. En wij zijn allemaal aangesloten en mede-eigenaar van OM. Dat is dus het grote verschil met al die andere energiemaatschappijen. Ook OM is een coöperatie die dus lid is, eigendom is van de leden. Ja. En als het groeit, en dan kunnen we ook echt goedkoper worden. Want dan kunnen we geven we die winst terug aan de deelnemers. Ja. En dat zal een Eneco nooit doen. Ja, ja. Dan gaat het naar de aandeelhouders. Ja, ja. U bent een energiecorporatie. Kan ik u nou gewoon vergelijken met een Eneco of een Nuon of een Essent? Voor ons het probleem is dat voor de wet gebeurt. En daardoor worden wij vaak gezien als een bedrijf. Terwijl wij burgerinitiatief zijn. Opgericht om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen. Aan het sneller verduurzamen. Ja. En dat wordt gedragen door allerlei gemotiveerde vrijwilligers. Met een aantal betaalde krachten daarbinnen. Maar voor de buitenwereld ben je gewoon een commercieel bedrijf. En sta je gelijk aan Nuon en Essent. Want ik kan dus bij wijze van spreken bij u. Of bij een van die andere 40 die u net noemde. Een contract afsluiten voor de leverancier, voor de levering van energie, stroom en gas. Ja, dat doen we precies hetzelfde als anderen. Dat klopt. Ja, ja, oké. Okay. Maar op een groene manier. Wij leiden energiecoaches op om bij de mensen thuis te gaan besparen. Wij starten zelf projecten om meer groene energie te produceren. Nou ja, dat doen de anderen ook wel. Maar... En die energiecoaches zijn eigenlijk bedoeld om VVE's of bewoners te adviseren over energiemaatregelen. Ja. In het kader van de transitie. Ja. En dan zijn we bij het punt waar het allemaal om gaat. Die energietransitie, we hebben er wel eens vaker aandacht aan besteed bij Gooi TV. We worden een beetje horendol, want u zit in Hilversum, dus dan pakken we maar even die gemeente op. Dan horen we weer... In 2030 van het gas af. Dan is het weer 2040. Dan roept u weer een partij, dat gaan we niet redden voor 2050. Ondertussen zijn wij bewoners allemaal een beetje, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Hoe zit dat nou? Nou, het is verschrikkelijk complex. Ja. En kijk, wij roepen, we willen het in 2030, want hoe eerder hoe beter. Ja. Maar wij weten ook wel dat dat niet gaat lukken. Nee. Maar toch, als wij dan gaan roepen van 2050, dan heeft iedereen zoiets, oh... We kunnen dat duurt nog overleunen, even. Dat duurt nog 30 jaar. Dus daarom blijven we maar roepen van we willen het in 2030 hebben. Ja. Maar u blijft dat roepen, hè? Waarschijnlijk ook als Hilversum roept u dat. Maar daarmee ontstaat ook wel een beetje paniek. Want mensen hebben helemaal geen geld om dat tussen nu en 10 jaar allemaal te realiseren. Ja, paniek is niet nodig. Aan de andere kant, de klimaatwijzigingen... En alle andere, de aardbeving in Groningen, het jaarlijkse geld wat nu naar Saoedi-Arabië en Rusland vloeit. Het is allemaal niet nodig. We kunnen op zich nu, als we het met z'n allen gaan nastreven, kunnen we in heel korte tijd kunnen we die transitie maken. Ja. Er zijn allerlei bestaande krachten en gewoonten en er moet heel veel geïnvesteerd worden om dat te bereiken. Ja. En waar we dus nu... En dat is gelukkig steeds meer mensen en ook de overheden naar streven, is om dat
dat sneller te gaan laten verlopen. Ja, maar dan kom ik toch even op punt uit, hè, want mensen moeten hun huis isoleren, dak isoleren, ja. Spouwmuren isoleren. We moeten van het gas af, er moet een warmtepomp voor in de plaats komen of iets soortgelijks. Dat kost geld en je moet dat geld maar op de plank hebben liggen als bewoner, als huiseigenaar. Ja, nee, dat heeft niet iedereen. Nee. En daar moeten fondsen voor komen dat dat goedkoop geleend kan worden. Ja. En die zijn er voor een deel natuurlijk ook al. Ja. Kijk, en je ziet vaak voor investeerders, geld is er vaak wel. Alleen het moet beschikbaar gesteld worden. Ja, en er wordt gezegd van ja, dat is dan een risico of iets dergelijks. Maar dat is waar we nu met z'n allen aan werken. Om daar omstandigheden te creëren waardoor dat kan gebeuren. Maar daar gaat een fase aan vooraf. En dat is waar de afgelopen jaren aan gewerkt is. Dat is gewoon goed in kaart brengen van wat is nou het beste. Want je kunt wel eens een kip zonder kop allemaal een warmtepomp aanschaffen. Ja. Maar ik weet vrij zeker dat je dan op de lange termijn duurder uit bent dan dat je collectieve maatregelen gaat nemen. Ja. En collectieve maatregelen nemen, dan moet je ook weer weten welke collectieve maatregelen. En daarvoor wordt er dus nu onderzoek gedaan naar aardwarmte, aquathermie, de mogelijkheden van waterstof. Dat is trouwens ook een complicerende factor. Je hebt het aan de ene kant over de energietransitie, dus vergroenen van dat elektriciteit. Maar daarnaast heb je het over de warmtetransitie. Maar uiteindelijk heb ik het meestal over de circulaire economie waar we heen moeten. En dan heb je het dus ook over grondstoffen recyclen. Ja. En over nog veel meer. Want inderdaad, circulaire economie is het recyclen van je producten. Hè? Dus als deze tafel op is, dan moet die gerecycled worden. Ja. Nou ja, even korter de bocht. Hier in Bussum, maar ook in Hilversum hebben we dus ook al jaren een repaircafé. En dat is dus eigenlijk ook onderdeel van diezelfde transitie. Ja. Om mensen ertoe te brengen dat ze spullen zuiniger op spullen gaan worden. Ja. En dat het langer meegaat. En dat heeft dus allemaal met elkaar te maken. Ja, ja. Om het nog ingewikkelder te maken en nog meer dingen met elkaar te verbinden. Even dat hele stikstofverhaal, hè, wat nu speelt. Ik denk dat veel mensen denken, ja, maar vorig jaar hebben we daar nog nooit van gehoord. En opeens komt dat zomaar uit de lucht vallen. Ja, nou, de boeren hebben er toch echt al 30 jaar mee te maken. Ze moeten al heel lang een mestboekhouding en allerlei andere dingen bijhouden. Ja. Alleen, het wordt nu ineens weer anders genoemd. En daardoor lijkt het nieuw. Maar het is al een decennia oud onderwerp. En ja, het probleem ligt erbij dat er gewoon door de intensivering van de veeteelt, maar ook door het steeds meer vervoer, we leggen allemaal steeds meer kilometers af. En aan alle kanten produceren we dus meer stikstof. Ja, u zegt het speelt eigenlijk al heel lang, dat vraagstuk. Maar hoe komt het dan dat eigenlijk pas de laatste paar maanden het zo als een probleem wordt neergelegd? Nou, dat is omdat er een aantal ondernemende burgers geweest zijn die ontdekt hebben dat als zij zelf bezwaar gaan maken tegen vergunningen, dat die rechter erkent van hé, maar deze vergunning had helemaal niet verstrekt mogen worden op het staande beleid. Dus de overheid heeft beleid ontwikkeld, maar past dat gewoon niet strikt toe. Ja. En daar, doordat er dan, nou ja, Urgenda is het mooiste voorbeeld waar een groep bewoners, wat natuurlijk inmiddels een instituut is, de staat aangeklaagd heeft. Dat is dus ook een voorbeeld van, jongens, je moet je wel aan de, als je zelf normen stelt van het moet anders, dan moet je daar ook aan gaan houden. Ja. En dat is dus met stikstof niet gebeurd. Ja. En dat is dus door de rechter, wordt dat dan teruggeroepen. Wordt dat erkend? En dan wordt het een help, paniek. Ja. Maar dat heeft de overheid en het bedrijfsleven en die boeren samen zelf veroorzaakt door de kantjes eraf te lopen. Ja, ja. Maar krijg je dan nu een soort situatie van aan de ene kant zeggen, ja, die stikstofnormen die worden overschreden, daar moet wat aan gebeuren. En zolang dat niet gebeurt, ligt half Nederland plat. Ik chargeer misschien nu een beetje, maar de bouw van woningen ligt plat, dat brengt weer banen in gevaar. Mensen worden er onzeker van. Dan denk je, ja, die paar procent dat je misschien die stikstofnormen overschrijdt, lekker belangrijk. Ik denk dat je er niks mee bereikt door het hele land plat te gooien. Maar aan de andere kant, ik denk dat die bouwbedrijven genoeg te doen hebben in het verduurzamen van woningen. Laat ze even als de wielen weer gaan, woningen gaan isoleren en even iets anders gaan doen. Ja. Maar uiteindelijk, er moet wel een keer iets veranderen.
Ja. Door dan nu, zoals de PVV voorstelt, gewoon maar alle regels voor onbeperkte tijd op te schorten. Van ja, daarmee gaan we ook die verandering niet. En mensen, het moet tot mensen doordringen dat als wij natuur willen behouden. De insecten zijn een mooi voorbeeld. We zijn gewoon 3/4 van onze insecten kwijt in het land. En die waren er niet voor niks, ondanks dat je ze af en toe heel vervelend vindt. Maar iemand gaf me laatst het voorbeeld van als je 30 jaar geleden met je auto door de polder reed, dan zat je hele voorruit onder de vliegjes. Ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Waar zijn die beestjes? Ja, dat is gewoon, die horen daar te zijn. Ja. En ze zijn er niet meer. En dat heeft te maken met onze manier van leven. En dat gaat tot problemen leiden. Of dat leidt al tot problemen. Ja. En ik wilde u nog een andere gewetensvraag stellen, maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Nederland is natuurlijk een postzegel op die hele wereldkaart. We kunnen hier wel heel normatief zijn naar allerlei vraagstukken. Maar als we een paar duizend kilometer naar het oosten gaan, naar Azië bijvoorbeeld. Ik was 2 jaar geleden in India. Laten we daar eens beginnen met überhaupt het scheiden van afval en het oppakken van het zwerfafval. Dan denk ik, zijn wij niet het braafste jongetje van de klas? Wij zijn ook de eerste geweest die hier in West-Europa begonnen met het CO2 uitstoten en vervuilen. En daar zijn we ook de voorlopers in geweest. Wij hebben het geld en de kennis om er wat aan te doen. Wij gebruiken nog steeds een veelvoud per hoofd van de bevolking van die landen. Dat vind ik genoeg argumenten om hierin dus het voortouw te nemen. Je zegt eigenlijk, de West-Europese samenleving is verantwoordelijk geweest voor al deze milieuproblemen. Die dan ook maar als eerste het goede voorbeeld geven. Niet alleen natuurlijk. Kijk, wij moeten hen ook aanspreken op dat zij ook hun bijdrage gaan leveren. Maar dat gebeurt. Ja. En het is gewoon een feit dat wij niet alleen in Nederland dat aan het doen zijn. Over de hele wereld zijn landen die het akkoord van Parijs ondertekend hebben. Ja. En zelfs als landen dat niet hebben gedaan, dan zie je vaak dat provincies of gemeenten het alsnog wel uitvoeren. Ja. Overal op de wereld zijn we bezig. En wij moeten ook onze bijdrage leveren. En als wij dan zeggen van, nou ja, onze invloed is niet heel. Wij doen niks. Ja, als iedereen dat zegt, dan gebeurt er dus niks. Ja. En dan gaan we met z'n allen naar de Ratsmodé. Naar de Ratsmodé heet dat toch? De Ratsmodé. Ja. Die kende ik niet. Dat is een oude uitdrukking volgens mij. Oude uitdrukking, ja. Sommigen zeggen ook bijvoorbeeld, uw verhaal is duidelijk overigens hoor. Maar sommigen zeggen ook, misschien moet je de wereldbevolking terugbrengen. Want dat groeit maar, dat groeit maar. En dat, dat is natuurlijk een lastig onderwerp. Ik denk dat in China hebben ze bijvoorbeeld het een-kind-beleid. We hebben het hier ook gezien. Kijk, onze bevolking groeide maar. En nu groeit het alleen nog maar doordat we mensen van buiten hierheen halen. En doordat mensen hierheen komen als economisch vluchteling. En die hebben we vaak nodig. Maar onze eigen bevolking, als mensen meer welvaart krijgen, dan krijgen ze over het algemeen minder kinderen. En dat heeft iets met de mensen te maken. Zo werkt dat. En dat zie je dus overal. En dat gebeurt ook in India, dat gebeurt ook in China, dat gebeurt ook in Afrika. Mm-hmm. Wat mij betreft mag je daar best wat stimulerend in werken. Het nemen van bijvoorbeeld maatregelen om geboortebeperking te bevorderen. Bijvoorbeeld, maar het is gewoon een lastig onderwerp, omdat het de persoonlijke vrijheid van mensen aantast. Ja. Ja, ik heb 3 kinderen. Als mij gezegd zou zijn, je mag er maar 2, dan had ik dat niet leuk gevonden. Ja. En dat geldt even goed voor mensen in China en Afrika. Ja, ja, ja. Je gaat wel heel erg in de privésfeer van. Je komt heel erg in de privésfeer van mensen. Ja. In het najaar van 2017, meneer Olde, hebben netbeheerders, woningcorporaties en energiebedrijven een convenant getekend. Dat heette Samen op pad, op weg naar een energie-neutrale regio. We hebben het even over deze regio, Gooi en Vechtstreek. Dat was 2 jaar geleden. Weet u de stand van zaken? Laat ik vooropstellen, dat was echt een ongelooflijk goed initiatief. Daar is achter de schermen door de toenmalige wethouders duurzaamheid
samen met allerlei partners, waaronder de energiecoöperaties, hard aan gewerkt. En dat heeft opgeleverd dat al die partijen, waternet, woningbouwcoöperaties, netbeheerders van energie, gemeenten, elkaar leren kennen. En als je elkaar kent, dan kun je veel beter schakelen en samen bepalen, samenwerking tot stand brengen. Daar zijn wij hier eerder mee begonnen dan in heel veel andere regio's. En dat is pure winst. Dat is, wat je vervolgens ziet is dan na een verkiezingen dat alle wethouders vervangen worden. Dat die waren natuurlijk in 2018, een half jaar daarna eigenlijk. Dat zo'n proces enigszins stagneert. En dat het op zich ambitieuzer weer opnieuw opgepakt wordt. Maar dat van samen op pad, dat is half jaar toch wel enigszins... Als project zelf merk je daar niet zoveel meer van. Want alles gaat nu over het RES, de regionale energiestrategie. Ja. En over voor warmte zijn er ook allerlei, er komt allerlei andere wetgevingen. En kijk, het Samenpad is voor deze regio een basis die gelegd is, waarmee nu nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand komen. Ja, want de achtergrond van die regionale energiestrategie, u noemde het al, ligt hem in het feit dat gemeenten zeggen, wij kunnen het niet alleen, je moet dat in regionaal verband oppakken. Ja, zelfs uiteindelijk wereldwijd, landelijk, provinciaal, regionaal en uiteindelijk lokaal. Het is een hele keten. Ja. En ik mag zelf namens de energiecoöperaties van Noord-Holland-Zuid, dat is het gebied van Haarlem tot Hilversum en Amsterdam en Zaandam en Amstelveen, dat hele gebied, dat is officieel één restgebied. Dat moet in de loop van 2020... moeten we als dat gebied samen een bod uitbrengen richting het land. En er zijn 30 van dat soort regio's. En die biedingen worden samen opgeteld. En dan wordt gekeken of dat voldoende is om in 2030 voldoende groene energie te gaan produceren. En andere maatregelen te nemen. Ja. In Noord-Holland-Zuid hebben we het weer verdeeld in 6 deelregio's. Gooi- en Vechtstreek is daar een van de deelregio's. En wij concentreren dus nu natuurlijk met de Gooi- en Vechtstreek ons op wat wij kunnen bijdragen aan dat bod. Daarvoor is dus nu een circus opgetuigd van bijeenkomsten. We hebben een aantal regionale sessies gehad met stakeholders. En nu gaan we in Hilversum, in Bussum, of in Gooisemeren, in Weidemeren, in Laren-Blaricum, in Huizen. Overal gaan lokale sessies plaatsvinden waar mensen voor uitgenodigd worden of zijn om daaraan deel te nemen. Om te bespreken van wat bieden we hierin aan, welke kansen zien we. En dat is gewoon in kaart brengen van wat is er nu en welke kansen zien we. En dan komt er in de toekomst nog warmte bij en dan gaat het steeds verder uitgebreid worden. Ja. Dat is in het kort het proces. En wat was je vraag? Ja, heeft hem echt allemaal antwoord. Okay. Nee, wat wij heel goed vinden aan dat proces is dat dus vanaf het begin af aan, en dat is aan de klimaattafels waar deze structuur bedacht is. De Natuur- en Milieufederatie, de boeren, de bouwers, de energiecoöperaties aan tafel zitten. Er zijn ook een paar sectoren waarvan je denkt van, hadden die er niet bij moeten zitten. Maar het is een breed gedragen iets waar ook de bevolking bij betrokken wordt. Okay. Wij gaan daar vanuit Natuur- en Milieufederaties en de energiecoöperaties hebben we samen de handen ineen geslagen. Dat heet dan de participatiecoalitie. En daar gaan we alle partijen die van onderop een bijdrage zouden kunnen leveren aan het betrekken van de bevolking, gaan we proberen te mobiliseren en krachten te bundelen om ook gewoon echt het belang van de burger te vertegenwoordigen. Goed. We gaan het afronden. We komen hier ongetwijfeld bij Gooi TV nog vaker op terug. Met wellicht weer andere sprekers hierover. U wil ik toch nog even vragen. Wat vindt u nou in het hele proces het zwakste punt? Dus wat zou u verbeterd willen zien? De urgentie is... ik heb meegemaakt op vergaderingen dat dan blijkt dat er landelijk bij die klimaatakkoordonderhandelingen een half jaar vertraging wordt opgelopen. En dan zeggen ambtenaren van, gelukkig, dan hebben we een half jaar extra om het voor te bereiden. Terwijl ik denk van ja, we komen weer een half jaar dichterbij het punt waarop wij echt last gaan krijgen van wat er allemaal verandert. En we hebben urgentie.
En we verliezen dus dan gewoon een half jaar. Dat kan beter, dat beleven van die urgentie. Wat ik zelf een heel moeilijk punt vind, is het betrekken van de bevolking. Kijk, het liefst zou ik gewoon alle huizen af willen gaan en overal aanbellen van mensen. Gaat dat veranderen? Maar het leven hoeft niet slechter te worden. Ja. Het leven wordt alleen anders. Ja. En dat gesprek, dat voeren we met z'n allen te weinig. Okay. Urgentie en een grotere bewustwording bij de bewoners. Dan mijn laatste vraag. Ik heb juist de indruk dat het zo langzamerhand wel begint te landen. Het is eigenlijk niet meer gepast om te zeggen, die klimaatverandering, onzin. Ik zou bijna zeggen, het is net zo ongepast om dat te zeggen als roken in een vergadering. Ja, ja. Of roken in de bibliotheek, weet je? Ja, daar kun je ook aan zien dat dingen kunnen veranderen. Ja. U zegt, het moet eigenlijk nog sneller. Ja, intensiever. Om eerlijk te zijn, als wij naar ons eigen belang kijken als mensheid, dan zou het beter zijn om het nog wat te versnellen. Ja. Goed. Tot zover in derde termijn voor deze week. Volgende week staan we stil bij de discussie over Zwarte Piet. Graag tot dan.